Ja, Cas Flamboyant is een aantal jaar geleden, ik denk 6 jaar geleden, begonnen met een idee. Dat ben ik helemaal gaan uitwerken en sinds 2018 staat dit huis er. Cas Flamboyant is een bijna thuishuis waar mensen in de laatste fase van hun leven kunnen wonen, dus kunnen verblijven. En waarom zouden ze hier naartoe komen? Nou, een goede reden is omdat hier 24/7 altijd lieve mensen rondlopen. Dat je zorg krijgt, dat je aandacht krijgt. Dat de wensen van je gezicht worden gelezen in de laatste fase van je leven. En dat het hier eigenlijk heel erg fijn is. Ondanks dat je het leven moet gaan laten loslaten, wat enorm moeilijk natuurlijk is. Daar hebben wij nu geen idee van. Maar voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn, is dat natuurlijk, voor sommigen is dat wel de moeilijkste opdracht in je leven. Tanja, hoe moeten mensen hier komen? Worden ze gestuurd door de dochter of de families? Hoe gebeurt dat? Ja, dat is misschien wel goed om uit te leggen. Voordat mensen hier komen, is al duidelijk dat mensen gaan sterven. Dus men sterft hier niet omdat men hier toevallig bij Cas Flamboyant komt. Men sterft hier omdat men de diagnose van de arts heeft gekregen dat men niet meer beter wordt. Oftewel uitbehandeld is en daarom ook niet meer in een ziekenhuis hoort. En omdat men nog een levensverwachting heeft van 3 maanden. En dat is iets wat universeel bepaald is in de wereld. Dus dat doen niet de huisartsen hier of de specialisten van Fondation Maria Del. Dat is echt wereldwijd bepaald. Als de verwachting, je levensverwachting nog 3 maanden is, dan mag je aanspraak maken op een verblijf in een hospice. En dat is op Bonaire ook. U zoekt vrijwilliger, maar ik vind het een best moeilijke werk. Die vrijwilligers, hoe kunnen ze dit voorstellen? Ik kan me voorstellen dat buitenstaanders of mensen die onbekend zijn met het concept hospice, dat best lastig kan klinken, maar ook kan voelen. Dat je denkt, wow, moet ik alleen maar met mensen die sterven de hele dag omgaan? Dat is toch inderdaad heel pittig. En is het niet een waanzinnige, verdrietige situatie daar in Cas Flamboyant? Ja, ik denk dat het tegendeel waar is. We vieren hier echt het leven. Dat is oprecht zo. Je trof ons net een beetje dansend aan binnen. En dat hebben we gisteren ook gedaan op Double Era. Hebben wij gedanst omdat de bewoner die op dit moment bij ons is, dat ontzettende mooie muziek vindt. Dus ik denk dat de sfeer hier dermate prettig en fijn is. En dat hoor ik ook altijd van iedereen terug. Dat het dus niet zo pittig is als men denkt. En dan nog een tweede wat heel erg belangrijk is. De vrijwilligers, dus onze collega's, groeien mee in het proces van dat iemand hier binnenkomt en dat iemand hier overlijdt. En dat proces zorgt ervoor dat je het aan kan en dat je het niet zwaar is om dan iemand te moeten loslaten. Ja, tuurlijk ga je hechten en tuurlijk vind je het heel erg verdrietig. En tuurlijk is het een gemis als je de dag daarna komt en die mevrouw of meneer is er niet meer. Maar gaandeweg het proces ga je wel voelen van het is goed dat iemand gaat. Het is goed dat iemand nu met familie en vrienden samen afscheid neemt van het leven. En als je dat als collega ook voelt en meemaakt, dan sta je er heel anders in, dan beleef je het ook heel anders. En dan is het gewoon, ik denk, zo mooi en dankbaar werk. U zoekt vrijwilligers. Ja. Wat moeten ze doen? Ja, wat moeten ze doen? Dat vragen ze ook altijd tijdens het eerste gesprek. Wat moet ik kunnen, wat moet ik doen? En ik zeg altijd een groot hart. Als je een groot hart hebt en echt iets voor de ander wil doen en het verschil wil maken, dan dat is eigenlijk genoeg. Ja, wat je ook moet doen is logisch nadenken, want je runt hier wel eigenlijk een groot gezin mee.
Als het vol is, liggen hier 4 bewoners. Ieder met hun eigen wensen, ieder met hun eigen zorgen. Je wordt ondersteund door de thuiszorg, door de medisch inhoudelijke zorg die van buitenaf komt. Zoals artsen, anesthesisten, mensen van de pijnpolie, oncoloog, huisarts natuurlijk. Hè, de allereerste plaats, die heeft de eindverantwoordelijkheid. En de thuiszorg die soms 3 keer per dag komt. Ja. Hoe moet ze aanmelden? Aanmelden via het volgende telefoonnummer. En we hebben ook een website. De website heet www.kas-flamboyant.com. En het telefoonnummer van mij, Tanja, is 785-2245. En mag ik dan nog 1 ding zeggen? Ja, natuurlijk. Wij kunnen niet zonder vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen hospice. Zonder vrijwilligers geen Kas Flamboyant. Zonder vrijwilligers geen liefde en aandacht voor de bewoners en de Bonaireaanse bevolking. Waarvan sommige mensen het zo hard nodig hebben dat ze hier mogen zijn in de laatste fase van hun leven. Dus meld je aan en geef het een kans.